We gaan een gerecht maken, een signatuur van Pure C. Het is platte Zeeuwse oester, Oosterscheldepaling, met ziltige takjes, manchette caviar van Royal Belgium. Dat is een gerecht die we al een tijd serveren. En ik ga nu stap voor stap uitleggen hoe het gerecht tot stand komt. We beginnen met de oester. Imperial Oester van de oesterij. Een mooie platte oester. En die gaan we pocheren. Ik heb eigenlijk een beurre blanc gemaakt. En die beurre blanc is met een beetje dashi en limoen. En dan gaan we eigenlijk die oester heel langzaam in garen. Nou, het gerecht bestaat verder uit Oosterscheldepaling. Dus gerookte paling. Daar gaan we mooie blokjes van snijden. Gebruiken we verschillende ziltige takjes. Een zeekraal. We hebben hier zeevenkel. Dan gaan we verder. Dus, er komt ook prei in het gerecht voor. Dus we hebben eigenlijk een stoverij gemaakt van prei. En we gebruiken rauwe preiringen. Dan gaan we verder met de algjes. Ik heb hier Japanse bessenwier. Er zitten eigenlijk van die mooie knopjes zitten eraan. En dan hebben we hier veldwier. En dan ga ik chiffonade van snijden. En dan mengen we eigenlijk door de stoof van prei. Lekkere bite, verse smaak. En dan gaan we beginnen dresseren van het bord. Dus ondertussen zijn die oestertjes dan heel mooi langzaam gegaard. Die gaan we nu uit die beurre blanc halen. We hebben een aardappelmousseline. Het is van zilveren aardappelen gemaakt. Om soufflé. De takjes een klein beetje marineren. Dat een mooie salade eigenlijk om de oesters heen komt. Een beetje crumble van algen en oester. Een beetje crunch in het gerecht. We hebben een jus gemaakt van beurre blanc. Met limoen, een beetje dashi en plankton. Het heeft een hele mooie smaak. Zeeuwse oester, plankton, manchette caviar en paling. Eet smakelijk.